Waarom? Ze hebben geen preek. Bijna, bijna. Het is nog niet zo ver. Welkom allemaal bij de opening van de Open Monumentendag in Leidschendam-Voorburg 2012. Welkom in het bijzonder wethouder Helene Meidam. Welkom de vertegenwoordigers van de kerk die ons de gastvrijheid geven vandaag. De sponsoren die aanwezig zijn, vele andere betrokkenen bij de uitvoering. Maar meer ook welkom de mensen van de huifkar, van Woei, van de ooievaart met de trekschuit en van de gezellen die hier rondlopen in historische kostuums. Het geeft een goed beeld van onze organisatie en het grote aandeel van de vrijwilligers. We hebben uitgerekend dat er ruim 150 vrijwilligers vandaag bij de monumenten en bij de verschillende activiteiten actief zijn. Dank u wel. En dan is nu het woord aan Helene Meidam. Hartelijk welkom als wethouder van Monumenten en Cultuurhistorie. Van harte welkom bij de alweer 26e Open Monumentendag in Nederland. Dat wordt een ware traditie. Zoals u misschien weet is er elk jaar een thema voor Open Monumentendag. Vorig jaar was dat oud gebouw, nieuw gebruik. En hebben we ons met name gefocust op een herbestemming van monumenten. Ik zeg altijd, een monument zonder gebruiker heeft geen toekomst. Dus het is heel belangrijk dat je ook nieuwe gebruikers zoekt. En dit jaar is het thema groen plantoen. En dat heeft ook best wel veel raakvlakken met onze gemeente. Naast de grote parken die we hebben, dan hebben wij ook heel veel te bieden op dat thema. En dit jaar zult u ook in het programma zien dat u op tal van plekken het groen van toen kunt ontdekken. Je ziet dat in de loop van de tijd de belangstelling voor het groen van toen, dus de groene monumenten, toeneemt. Vroeger keken we alleen naar de bakstenen, keken we naar de panden of de ensembles van gebouwen. Tegenwoordig kijken we meer naar de gebouwen in hun omgeving. Dat betekent dat we inderdaad dat historische groen steeds meer waarde geven. En het is eigenlijk ook heel logisch om dat te doen. Want wat is nu een landhuis zonder een groene omgeving? Wat is een molen zonder een weiland omheen? Wat is een monumentale boerderij zonder de koeien in de wei? Dus ik denk dat het goed is dat het meer om de omgeving gaat en niet alleen om het pand. Wij noemen dat de biotopen. Maar u zult zien, de komende tijd zal dat steeds meer belangstelling krijgen. Goed, dat even over het thema. U wordt vandaag getrakteerd op een fantastisch programma. En zo'n programma komt niet zomaar tot stand. Dat programma is gemaakt door de stichting Open Monumentendag, met naast mij de voorzitter Pieter van der Kerkhof. Die hebben enorm veel energie gestoken in het opzetten van dat programma, de voorbereiding daarvan. Niet alleen het bestuur, maar ook de vele vrijwilligers, sponsors maken mogelijk dat u vandaag getrakteerd wordt op een fantastisch Open Monumentendag programma. Ook dank aan de vele monumenteneigenaren, dat zijn er dit jaar meer dan 30 die hun pand openstellen. Die het ook mogelijk maken dat u monumenten van binnen kunt bekijken. Nou, de kerk is daar hierachter een mooi voorbeeld van. Ik wil één activiteit in het bijzonder even toelichten. Het thema is groen van toen. Zoals u weet hebben wij de geschiedenis van Voorburg met name liggen in het park Arensburg-Hoekenburg. Daar liggen de resten van de Romeinse stad Forum Hadriani. En omdat wij als gemeente het zo belangrijk vinden dat we de geschiedenis van onze stad, de cultuurhistorie, doorvertellen, hebben we daar
twee maanden geleden een hoofdbaken langs de Mariannelaan neergezet. Maar ook 5 prachtige stadsbakens in samenwerking met het Stadsmuseum in het park zelf. Op die stadsbakens, waar vandaag ook een rondleiding voor gegeven wordt, vindt u de historie van Forum Hadriani. Informatie hoe het leven in die tijd was als kind. Maar ook gewoon hoe het dagelijkse leven eruit zag. En vindt u ook in 2 stadsbakens vitrines met vondsten uit die tijd. Ik kan het u van harte aanbevelen als u richting Voorburg gaat om even naar park Hoekenburg-Arendsburg te gaan en daar van te genieten. Rest mij nog u een fantastisch mooie Open Monumentendag te wensen. Ik hoop dat u daar veel plezier aan beleeft. En ik zou zeggen, we gaan op pad. Op pad om het groen van toen in onze gemeente te ontdekken. En ik wens u nogmaals heel veel plezier daarbij. Dank u wel.